De NDP heeft zich berust in de keuze van het volk bij de verkiezingen van 2020. Maar de ex-president maakt zich enorm zorgen over de toekomst van het land. Dit kwam zaterdag naar voren tijdens een protestmanifestatie van de Nationale Democratische Partij in hun partijcentrum. Voorzitter Daisy Bouterse, Jennifer Simons, Savannah Afonsua en andere klinkende namen binnen de NDP hebben flink kritiek geleverd op de huidige regering. De rode draad van de manifestatie was om de regering een duidelijk signaal te geven om haar beleid aan te passen. Wij zoeken geen samenwerking met A. Wij zoeken geen samenwerking met B. Het volk heeft gesproken. Maar wat duidelijk is, is dat het heel slecht gaat in het land. Bouterse zegt verder dat hij zich afvraagt als de autoriteiten weten wat er zich in de samenleving afspeelt. Simon zegt dat er veel werk aan de winkel is voor de beleidsmakers. Ze stelt dat de partij kritischer dan ooit zal zijn naar de regering en als zij dit niet aankunnen, zij plaats mogen maken. Savannah Afonsua stelt dat er binnen een recordtijd een dieptepunt is bereikt in de Surinaamse economie sinds het aantreden van het huidige regime. Ze riep een van de grootste trekkers op om zich weer aan te sluiten bij de partij. Voorzitter zou de vergadering niet eens afsluiten. Zoals ik de voorzitter ken, zou hij het overlaten aan André. Ik praat hier namens wij in de zaal, meneer Misikaba. Waka waka fi, gay NDP. We zien mandi in een wee paars kosimo. Maar we zien wee wat taakleur. Hij geeft je paars wee, als zo lang hij daar niet NDP zijn. Afonsua stelt dat het vertrek van Misikaba een dieptepunt is geweest voor de NDP. Gewezen NDP-parlementariërs Aida Nading en Ilona Edwards hebben een situatie geschetst van het leven in het binnenland als gevolg van de prijsstijgingen door de economische crisis. Beide geven aan dat het leven in het achterland voor velen onbetaalbaar is geworden en de situatie zich aan het verergeren is.